Hey guys, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Zoals je kan zien ben ik nu niet in mijn kamer. Ik sta namelijk buiten, ergens in Amsterdam. Ik sta nu bij mijn mooie fietsie. En opeens dacht ik, hey, laat ik vandaag een Primark pashokje shoplog gaan doen. Want ik heb voor de rest van de dag niet echt zoveel te doen. Dus het leek me wel een goed idee om de stad in te gaan. Dus het is lekker spontaan. Ja, ik heb gewoon even zin om de Primark in te gaan. Kijken wat ik kan scoren. En nu kijken allemaal toeristen naar me. Typisch Amsterdam. Maar ja, ik ga even op mijn fiets stappen. Dan fiets ik naar de Primark. En dan ga ik kijken wat ik daar kan scoren. Dus doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En oh my god, wat ziet deze collectie er leuk uit. Dit is de eerste keer sinds tijden dat ik leuke dingen zie bij de Primark. Ik ben verbaasd, echt waar. Oké, dit is geen kledingstuk, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dit is echt een hele leuke tas. Oké, het is dat ik geen tas nodig heb, maar anders had ik hem echt genomen, want hij is zo leuk. Daar zijn we dan in het pashokje. Dit is lading 1. Ik heb hier 8 stuks liggen. Ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik was heel enthousiast over de items. Dus let's try this on. We hebben hier als eerst een body. Dus die gaan we aandoen. Oké, dit is het eerste wat ik aan heb. Ik heb deze body aan. Hij zit op zich wel oké. Alleen ik had best wel een maatje kleiner kunnen pakken. Ik zal straks wel de prijs benoemen. Maar ik heb ook dit rokje aan. Hij zit een beetje aan de strakke kant. Dus ja, het is dat ik nooit rokjes draag. Maar ik vind hem wel best wel leuk. En deze is 15 euro. Prima prijsje, maar mijn buik wordt afgekneld. De body neem ik niet, omdat ik dit model toch niet geweldig vind. Het rokje kan ik in een maatje groter passen, maar ik twijfel. Ga ik het dragen? Dat is de vraag. Ik vind hem wel leuk. Misschien kom ik er later op terug. Oké, ik koop dit niet, maar ik vind dit wel leuk. En dit nee. Allebei een nee voor nu, maar ik ga hier wel even over nadenken. Trouwens, deze body is 5 euro. Ik dacht dat dit een jurkje was, maar blijkbaar is het een top, want het is net te kort voor een jurkje. Ik vind hem wel heel erg cute. Misschien dat ik hem neem. Hij is 13 euro en ik vind hem echt zo schattig. Ik ga even kijken of ik hem leuk kan combineren met een broek. Ik vind het leuk dat hij off-shoulder is. Kijk hoe cute. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet of dit ding leuk met een broek te combineren is. Misschien met een short, maar ik heb nu even random een pantalon aangetrokken. Maar ik weet niet, ik vind hem leuk. Als hij nou langer was, als het echt een jurkje was, had ik hem echt genomen. Maar nu zit ik heel erg te twijfelen. Maar deze pantalon vind ik wel heel nice. Hij is 13 euro. En ik hou gewoon van pantalons. Precies nu zit er iemand te facetimen in de kleedkamer. Maar oké, negeer dat even. Zo is live. Maar ja, ik heb nu dit blouseje op, maar dit staat ook niet. Maar ik zit heel erg te twijfelen, want ik vind het een heel leuk blouseje. Maar ik ben de laatste tijd heel erg van de off-shoulder. En eigenlijk wil ik dit blouseje dan off-shoulder dragen. En het is niet het model. Dus misschien dat ik hem in een maatje groter moet halen, zodat ik hem dan wel off-shoulder kan dragen. Want ik vind hem wel leuk. Of ik kan hem... Nee, dit is raar. Dat ga ik niet doen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus dit is wel een favoriet van mij. De broek... Ja, ik moet hem gewoon halen. Ik hou gewoon van pantalons. Broek wordt een ja. Dit waarschijnlijk ook. Oh ja, deze is trouwens. Even kijken. Het blouseje is 19. Ik zit te twijfelen, want ik ben heel kritisch, zoals jullie merken, met kleding kopen. Ik wil er wel 100% zeker van zijn. Ik vind het zo lastig. Ik moet eigenlijk eerst alles aandoen voordat ik een beslissing kan maken van wat ik wel of niet koop. Dan hebben we totaal iets anders, namelijk een sportshirtje. En ik heb hem in een maat 38 gepakt. Normaal gesproken heb ik 36, maar met sportkleding vind ik het wel fijner dat het wat ruimer zit. Ik zit te twijfelen, misschien moet ik wel gewoon een 36. Ik vind hem wel comfortabel zitten, though, maar het is meer de maat. Oké, ik ga deze in een 36 meenemen, want hij zit toch wel een beetje losjes. Dus ik ga straks even naar de sportafdeling en dan pak ik deze in de 36. En hoe duur was deze? Deze is 9 euro. Dus gewoon een prima prijsje. En ik wilde nog een lange mouw
sportshirt. Dus ja, deze haal ik. En ik vind het leuk dat hij roze strepen heeft. Ja, deze ga ik halen. Maar dan in een andere maat. Ik ga stuk. Dan hebben we dit ding. En dit topje mist een knoopje. Ik voel me hier niet comfortabel in. Ik vind het heel schattig. Maar dit is zo niet mij. Het patroontje is wel cute en lekker zomers. Maar nee, dit past niet bij mij. Ik vind het wel gewoon, het idee is leuk. Ik vind dit ook schattig. Kan iemand aan, oké. Okay. Maar dit is echt niet iets voor mij. En deze is 13 euro. Dus mocht jij dit wel helemaal jouw stijl vinden, dan weet je hoe duur die is. 13 euro. Wel heel erg cute voor de zomer. Ik denk dat het wel heel leuk te combineren is, hoor daar niet van. Maar ik zie mezelf dit gewoon niet dragen. Oké, even tussendoor een acceptabele combinatie met mijn pantalon. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van, maar ja, ik ga hem nemen. Het is de eerste keer dat ik een pantalon van de Primark lekker vind zitten, dus yes, hij zit gewoon comfortabel. Ik vind pantalons soms veel chiller dan skinny jeans, omdat het net lijkt alsof je een pyjama aan hebt. Al zit hij hier een beetje raar, maar ja, als je er gewoon een leuk top overheen hebt, dan valt dat ook niet zo op. En dit is een joggingbroek. Het prijskaartje hangt er niet meer aan, dus ik heb echt geen idee wat de prijs hiervan is. Maar ik vond hem leuker toen ik hem zag. Ik weet niet. Het heeft wel iets, maar ik heb al een soort gelijke joggingbroek, dus ik ga hem niet halen. Hij zit hier ook echt mega strak. Maar nee, ik vind die pantalon leuker, dus ik ga die pantalon halen. Oh, het heeft ook geen zakken. Lekker onpraktisch. Het touwtje vind ik ook een beetje meh. Hij zit wel comfortabel, maar ik vind die streep ook echt huge. Maar nu wordt het tijd voor ronde 2. Dan zijn dit de 4 laatste items die ik ga passen. We hebben als eerst dit jurkje. Ik vind hem heel erg schattig. Dan hebben we deze broek. Ik zag deze broek bij een paspop en ik vond het heel erg schattig. Dus ik ben benieuwd hoe het mij staat. Dan hebben we dit topje. Hij hangt een beetje raar. Ik vond het kleurtje wel schattig. Stofje voelt ook lekker zacht aan. Dus ik ben benieuwd hoe dit staat. En als laatste hebben we dit. En het is me opgevallen dat hij vies is. Dus mijn tip, als je bij de Primark bent, let erop dat je geen vieze items koopt. Ik pas hem wel even. En mocht ik deze leuk vinden, dan pak ik gewoon eventjes een andere. Maar ik vind dat gewoon heel erg slordig. Maar het is wel een leuk itemtje. Dus op naar de tweede ronde. Ik ben een beetje buiten adem en ik heb honger. Het is nu eigenlijk lunchtijd, maar ja, ik ben bijna klaar. En tot nu toe heb ik maar twee items die ik wil kopen. Soms is het wel goed om kritisch te zijn, maar soms is het ook wel vervelend omdat je dan letterlijk niks leuks ziet. Of dat je wel leuke dingen ziet, maar ja, soms moet je gewoon een beetje kritisch zijn. Anders geef je ook veel te snel al je geld uit. Maar zo pluisig op dit moment. Dit topje vind ik zo ontzettend cute. Hij is maar 8 euro, maar ik twijfel over de maat. Dit is een 36. Hij zit op zich prima, daar niet van. Maar als ik zo kijk is hij best wel groot. Maar ik weet niet. Hij zit al gewoon prima. Maar ik twijfel gewoon over de maat. Dat is het meer hoor. Ik ga hem wel halen, want ik vind hem gewoon heel erg leuk. Alleen de maat. Ik draag hem sowieso in mijn broek. Maar dat het niet, zeg maar, heel groot lijkt. Ik vind het wel fijn als iets strakker zit, maar ik ga gewoon straks even kijken of ik nog een andere maat tegenkom. En anders neem ik deze gewoon. Oh, lekker mijn BH-bandje hier. Hij is cute. Dan hebben we dit item en deze is 16 euro. En ik heb thuis al een soort gelijk. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ik merk dat ik in dit licht mijn items leuker vind dan in dit licht. Dit vind ik zo meh. Dan dit jurkje. Dit jurkje is 13 euro. Ik vind hem wel heel erg leuk. Alleen ik denk niet dat ik hem ga dragen. Want hij is best wel dik qua stof. En ik wil hem eigenlijk meenemen naar mijn vakantie in Indo. Daar is hij niet echt ideaal voor. Hij is wel cute. Ik vind de onderkant heel erg leuk hier. En dan hebben we alweer het laatste item en dat is deze broek. Ik vind hem een beetje te wijd. Ik vind hem wel heel erg leuk. En ik denk dat hij ook wel leuk zou zijn als ik naar Indo ga, maar ik voel hem gewoon niet zo. Als hij gewoon ietsjes minder wijd was, had ik hem gehaald. Ik twijfel wel. Dat moet ik je wel eerlijk toegeven.
Moeilijk. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie deze halen of niet? Laat het hieronder in de reacties weten. Misschien kom ik nog terug om deze te halen, maar ik twijfel. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. En ik moet je zeggen dat de Primark echt leuke dingen had. Ik ben niet de hele Primark afgegaan, want het was echt ontzettend druk. Ik heb wel een aantal dingen gepast, maar zoals ik al eerder zei, ben ik best wel kritisch als het gaat om kleding shoppen. Het liefst zou ik alles willen kopen wat ik leuk vind. Maar ja, soms moet je gewoon even op je portemonnee letten. Ik vind het gewoon leuk om regelmatig nieuwe dingen te kopen. Dus ja, het liefst verspreid ik mijn geld over een grotere periode dan dat ik alles in één keer allemaal uitgeef. Maar jullie zijn waarschijnlijk benieuwd wat ik uiteindelijk nou wel en niet heb gekocht. In deze tas zitten mijn aankoopjes. Het is niet mega veel, maar het is toch iets. En ik ben blij dat ik wat nieuwe dingetjes heb. Als eerst iets wat ik nog niet aan jullie heb laten zien, wat ook non-kleding is. Is namelijk dit. Dit zijn 3 toilettasjes. Ik had nog toilettassen nodig, want ik heb heel veel kleine toilettasjes. Maar dat vind ik best wel onhandig. Dus ik vond het wel fijn om gewoon even wat grotere toilettasjes in te slaan. Dit zijn doorzichtige toilettasjes. En dat vind ik wel fijn, want ja, ik raak altijd alles kwijt in een toilettas. En nu zie ik wat er allemaal in zit. En de grootste is heel chill voor grotere producten. Dan heb ik een middelmaat, wat heel handig is voor make-up, et cetera. En dan hebben we nog een kleintje erin, wat ook handig is voor van alles en nog wat. Maar ik denk dat ik sowieso vaak de middelmaat ga gebruiken. En deze 3 toilettasjes waren 6 euro. Dus ik vond dat wel een goede deal voor dit. Dan de kledingstukken. We hebben als eerst dit topje. Ik heb hem uiteindelijk in een maatje kleiner genomen. In plaats van 36 heb ik maatje 34. Ik heb hem daarna niet nog een keer gepast. Maar ik denk dat het wel goed is. Deze was dus 8 euro. Dan heb ik de pantalon. Die was 13 euro. Dus dit ding. Dan heb ik een schone variant van dit topje. Of ja, deze blouse. Het is eerder een blouse. En als allerlaatst hebben we een sport topje. En deze heb ik ook in een maatje kleiner genomen. In plaats van een 38 heb ik een 36 gekozen. En deze was 9 euro. Ik denk dat deze wel gewoon prima zit. Zo niet, dan kan ik hem altijd nog ruilen. Dat waren mijn Primark aankoopjes. En ook gelijk mijn pashokje shoplog. Ik ben van plan om binnenkort nog wel een aantal nieuwe zomerse items te gaan kopen. Want ik ga in april naar Indonesië. Dus ik moet daar wel even voor inslaan. Maar ik ben wel blij dat ik vandaag eventjes naar de Primark ben geweest. Zo heb ik me een beetje kunnen oriënteren van wat er allemaal is. Wie weet komt er nog een keer een Primark bezoek aan. Want ik zag wel wat leuke dingen. Maar het was gewoon even veel te druk. En ik werd er een beetje gek van. Want ik was echt ruim een uur in de Primark. En dan word je gewoon op een gegeven moment, dan ben je op een gegeven moment er ook helemaal klaar mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog. En voor de rest heb ik niet meer zoveel te zeggen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!